Ja, een hele goede middag, beste avonturiers en welkom bij de Serena Safari. Mijn naam is Ryan en ik ben vandaag jullie ranger. Ik neem jullie zo meteen mee over de savanne, maar voordat we gaan vertrekken, wil ik eerst nog een aantal regels met jullie doornemen. Want we mogen namelijk tijdens de rit niet eten en drinken en is roken niet toegestaan. Verder wil ik jullie graag vragen om tijdens de rit de beugels gesloten te houden en onze handen, voeten en hoofden binnenboord te houden. Dit in verband met onze eigen veiligheid, maar ook de veiligheid van onze dieren. En verder wens ik jullie heel veel plezier. Ja, we naderen hier aan de rechterkant de steppenzebra's. De meest voorkomende zebrasoort in Afrika. En in Afrika kent men drie soorten zebra's die te onderscheiden zijn aan de lengte, de grootte en het patroon. Dus de lengte, de grootte en het patroon. En wat je heel goed kunt zien is dat de zebra's een streepjes patroon hebben. Elke zebra heeft zijn eigen patroon. Nou, en nu is mijn vraag aan jullie, want we naderen zometeen aan de linkerkant voor de mensen die daar zitten ook nog twee zebra's, waaronder ons kleine veulentje. Mijn vraag is de zebra zwart met wit of wit met zwart? Ik krijg allemaal vol mijn hoofd. Nou, als je denkt dat de zebra zwart met wit is, dan heb je het goed. Want de zebra heeft een zwarte vacht met witte strepen. En als je het goed had, dan weet je vast ook wel hoe de zebra geboren wordt. Streepje voor streepje. Kijk maar eens goed. Streepje voor streepje worden ze geboren. We wachten even op de zebra voor de truc vandaan is en dan gaan we verder rijden. Ja, en we passeren zometeen de waterbokken en de impala's. De giraffen komen we straks nog wel bij terug, maar hier de eerste waterbokken. We staan heel dicht bij het water nu. En de naam zegt het al, de waterbok. Ze kunnen namelijk geen dag zonder water. Nou, en hier op het savanne hebben we genoeg plekken met water. Kijk maar eens naar links, waar ze dus al bij het water staan. Ontzettend veel water. Dus hier hoeven ze zich geen zorgen te maken dat ze aan water, dat ze een watertekort hebben. Maar in het wild zijn ze zelf verantwoordelijk om in de buurt te blijven van plekken met water. En dat komt omdat ze geen dag zonder water kunnen. En ze drinken ook een abnormale hoeveelheid liter water per dag. Ze kunnen dus geen dag zonder water. Nou, en in het wild moet ze dus zelf in de buurt blijven van water. Maar dat is in het wild veel lastiger dan hier op de savanne. Maar gelukkig maken ze meer gebruik van het water dan alleen het drinken daarvan. Want als er gevaar aan dreigt te komen, dan zullen de waterbokken in de meeste gevallen in het water springen en onder water verdwijnen. En alleen het topje van hun neus, die laat ze boven water uitsteken. Dus alleen het topje van de neus van de waterbok, die blijft boven water. Ja, en hier aan de rechterkant, daar hebben we ook nog de impala's. En impala's, dat zijn hele mooie springers, want ze kunnen wel 3 meter hoog springen en wel 10 meter ver. Dus ze zijn zelfs in staat om over de truc heen te springen. Nou, en wat zou het een prachtig gezicht zijn als ze dat een keer zouden doen? Nou, dat is helaas nog nooit gebeurd, maar ze kunnen het wel. Dus we hopen nog steeds dat ze dat een keer laten zien. Dat ze dus 3 meter hoog kunnen springen en wel 10 meter ver. Nou, impala's leven eigenlijk ten alle tijden in één groep samen. Hier hebben ze vangen, maar ook in het wild. En als ze gaan eten of drinken, zoals nu, dan is er altijd één impala die alles in de gaten houdt. Als er dan gevaar aan dreigt te komen, dan zal die ene impala de hele groep waarschuwen door middel van een geluid wat een beetje lijkt op het blaffen van een hond. Nou, zodra ze dat horen, dan weten ze dus dat er gevaar aan dreigt te komen. Maar het kan ook voorkomen
dat het roofdier al de groep binnen is gedrongen. En dan zal in de meeste gevallen het roofdier ook al een impala op het oog hebben. Want één is genoeg, maar de andere impala's die doen hun stinkende best om erachter te komen welke impala het roofdier op het oog heeft. En dan gaan ze die ene impala met z'n allen beschermen. En dat doen ze door 3 meter hoog te gaan springen door elkaar heen. En daarmee hopen ze dat het roofdier die ene impala uit het oog verliest. Ligt en dan de kalste kameel. Ik neem aan dat jullie allemaal snappen welke ik dan bedoel. Dat is de vacht waarmee de kamelen straks verder gaan. Nou is deze kameel wel extreem kaal. Die daar bij de trein ligt, die heeft een hele mooie vacht. Want er is namelijk momenteel lente. En dat betekent dat de kamelen hun wintervacht loslaten. En ik zal even een stukje doorrijden zodat iedereen het goed kan zien. Momenteel is het lente en dat betekent dat de kamelen hun wintervacht loslaten. En dat is dus wat je hier nu ziet. En dat noemen we de rui. De ene kameel is dus iets kouder dan de ander. Maar die bij de trein ligt, dat is hoe ze er straks dus uit gaan zien. En daarmee zijn ze dus klaar en gereed voor de warmte wat komen gaat. Bijvoorbeeld aankomende zondag wanneer ze al over tropische temperaturen praten van ongeveer 30 graden. Nou, dat is voor die huid, of voor die vacht die ze dan hebben, is dat wel geschikt. Maar nu, wanneer ze nog deels wintervacht hebben en deels de zomervacht, ja, dan is het eigenlijk al te warm voor de kameel. En zullen ze in de meeste gevallen in de schaduw gaan liggen. En dat doen ze achter de treinen. Daar gaan ze in de schaduw liggen. Nou, zodra de hele wintervacht eraf is, dan zullen ze dus wat vaker in de zon gaan liggen. Nou, en die twee bulten bij de kamelen. Heel veel mensen die halen de kamelen nog wel eens door de war met een dromedaris. Nou, dat klopt niet. Dit is de kameel. 2 bulten waar voedselreserve in zit. Elke kameel is zelf verantwoordelijk om voedselreserves in die bult te plaatsen. En dat doen ze omdat ze dus in hele droge gebieden leven. En daar kan het voorkomen dat ze dus op bepaalde momenten geen voeding kunnen vinden. Nou, en dan zullen ze dus gebruik gaan maken van die voedselreserves. En zo hebben ze ten alle tijden voedsel bij zich. Nou, de kameel die gaat pas boven de 40 graden zweten. Moet je nagaan, boven de 40 graden gaat de kameel pas zweten. En daardoor kunnen ze heel lang zonder water. Maar als ze gaan zweten, dan zullen ze dus ook dorst krijgen en gaan ze ook drinken. Maar als de kameel gaat drinken, dan kan die wel 60 liter per minuut drinken. 60 liter per minuut. Moet je nagaan. Ongeveer een hele badkar vol water in 1 minuut tijd. Dat drinken de kamelen op. Nou, en mocht je ooit op vakantie gaan naar Egypte en een ritje maken op een kameel, dan kun je zeeziek worden in de woestijn. En dat komt doordat kamelen telgangers zijn. En zich op de volgende manier voorbewegen. Ze plaatsen eerst hun 2 linkerpoten naar voren en daarna pas hun 2 rechterpoten. En daardoor zwommen je continu heen en weer op de kameel en kun je dus zeeziek worden in de woestijn. En kijk even aan de rechterkant. Daar liggen de 4 zuidelijke witte neushoorns. Eigenlijk liggen ze de hele dag daar in het midden van ze vallen. Aan het einde van de dag, wanneer ze bijna naar binnen mogen, dan zullen ze wat actief worden. Net zoals in de ochtend. En kunnen ze zelfs een beetje dominant zijn tegen alle andere dieren. En dat geldt voornamelijk voor het mannetje. Die wil ook nog wel eens voor de truc gaan staan. En zelfs zijn hoorn aan de onderkant van de truc. Gaat hij daar de hoorn plaatsen en dan gaat hij aan de onderkant van de truc krabben. Nou, dat gebeurt best vaak. Dat de neus dus voor de truc gaat staan. En dus ons eigenlijk een soort van aan het lastigvallen is.
Nou, en dat, als dat bij het water gebeurt, dan we straks doorheen komen en je gaat ook nog eens als chauffeur je naar achteren laten glijden, dan denkt de neushoorn, ik ben de baas. En dan duurt het heel lang voordat hij weer voor de truck vandaan is. En daarmee laat ze dus ook merken dat ze dus heel dominant zijn. Nou, we hebben één mannetje en drie vrouwtjes, waarvan één vrouw al 34 jaar oud is. Nou, en het mannetje, die heeft al meerdere dekpogingen gedaan bij de vrouwtjes. En dat gebeurt best vaak, maar een geslaagde dekpoging, dat komt niet zo vaak voor. Maar mocht je het niet gebeurt, zijn kinderen die vrouwtjes leggen, dan weet je dus dat je beter kunt blijven staan, want dan zal enkele minuten later een dekpoging plaatsvinden. Doordat hij zijn kind op de achterkant legt, laat hij merken dat hij het vrouwtje leuk vindt. En dan zal er enkele minuten later een dekpoging plaatsvinden. Nou, wanneer de dekpoging geslaagd is, dan zal het vrouwtje ongeveer 17 à 18 maanden drachtig zijn en dan zullen de eerste jongen komen. 17 à 18 maanden is dus een neushoornvrouw drachtig. Maar het is best een wonder dat wij hier vier hebben, want in de 19e eeuw dacht men dat de zuidelijke witte neushoorn uitgestorven was. Totdat men nog opeens 100 aantrof in het wild en die hebben ze in een natuurreservaat geplaatst. Met groot succes! Want over de hele wereld zijn er ongeveer weer 20.000 zuidelijke witte neushoorns te vinden. En wij hebben er vier van. En kijk allemaal eens goed naar jullie nagels. Kijk allemaal eens naar jullie nagels. De nagels en de hoorns van de zuidelijke witte neushoorn, dat is hetzelfde materiaal en dat noemen we keratine. Dus de zuidelijke witte neushoorn, daar de hoorn van en onze nagels, dat is hetzelfde materiaal, keratine, en dat zit ook in onze haren. Ja, beste avonturiers, we zijn bijna weer terug op het front. Ik bedank jullie voor jullie aandacht en wens jullie voor de rest van vandaag nog heel veel plezier hier in Wildlands.